Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal vandaag, met in deze editie. Piet van der Valk keert terug op Oudernest Wilhelmus. Piet van der Valk was in het verleden al werkzaam bij Wilhelmus. De laatste jaren was hij actief als manager bij FC Zoetermeer. Per 1 januari keert Van der Valk echter terug op het Oudernest Wilhelmus om daar als verenigingsmanager aan de slag te gaan. Aaglande voetbalverslaggever Pieter Donat ging langs aan de Groene Zoom en sprak daar met Van der Valk. Piet, op 1 januari aanstaande word je verenigingsmanager bij Wilhelmus. Wat, gaat dat, wat ga je daar precies doen? Ja, wat ga ik daar precies doen? Uh, het is een hele facilitaire proces binnen de club. En dan moet je denken aan uh, de bezetting van de kantine met de vrijwilligers. Uh, ook het stukje administratie wat bij een kantine hoort. Dus eigenlijk een beetje voorboeken ten aanzien van de accountant. Want alle stukken gaan naar de accountant. Uh, het onderhoud, een meerjarig onderhoud en uitvoeringplan schrijven. Van uh, dingen die ge moeten gebeuren in dit gebouw. En uh, het sleutelplan. Dus dat, wie hebben welke sleutels. en uh, ja, Dus heel breed het hele facilitaire proces wat denkbaar is binnen een club. Ja, en die achtergrond die heb ik eigenlijk als, als facilitaire manager. Ja, uh, hoeveel uur in de week ga je dat doen? Ja, nou ik denk dat je daar, uh, het is natuurlijk ook hobby, uh, een club is altijd hobby, maar uh, veel time. Ik denk dat je moet denken dat ik tussen de 32 en 40 uur ga draaien bij deze club. Ja, je zegt uh, hobby, maar je bent wel degelijk in, in dienst van de Belmes. Ja, nee, per 1 januari ben ik gewoon in dienst met, met een salarisstrook, et cetera, dat, uh, dat klopt. Het was vreemd, want ik zit hier over een, een trainer, een hoofdjeugdopleiding die uh, meer dan tien clubs in de regio gehad heeft en al jaren daarin uh, actief is. Uh, ja, noem eens wat clubs. Ik, ik weet uh, dat je hoofdtrainer bent geweest bij, bij Westlandia. Je hebt een Behelms verleden, DSC verleden. Vertel eens kort wat over. Ja, ja goed, ik ben uh, begonnen met ooit uh, als jeugdtrainer bij Quicksteps, daarna hoofdtrainer bij HDV. Ik ben uh, de van de HDV naar Saleritas uh, gegaan. Uh, van, oh nee, eerst nog Fuk als assistent. Toen naar Saleritas, DOKOS, uh, Lenige Snel, Westlandia. DVV Delft. DWC, ook hoofdopleidingen, jeugdtrainer bij Excelsior Een jaartje jeugdtrainer bij uh, uh, Westlandia. Op een bepaald moment inderdaad, technisch coördinator bij, uh, bij Wilhelmus. Even ertussenuit nog als uh, hoofdopleidingen bij Haaglandia. Ja, eigenlijk continu. en Grona kwam een bepaald moment in de problemen omdat John Botman daar ineens uh, zijn vacature introk. En ook die heb ik toen geholpen om daar uh, een half jaar in ieder geval uh, mijn nek uit te steken om die club boven water te houden. Dus ja, ik ben eigenlijk mijn hele leven, ik ben nu 61 en vanaf het 20ste ben ik, uh, ben ik continu bezig geweest. Ja, als, 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 als trainer en als hoofd jeugdopleiding, maar niet als uh, facilitair manager. Nee, vast manager heb ik maatschappelijk de laatste jaren gedaan bij het hoofdproductschap Akkerbouw. En uh, daar stuur ik 39 mensen aan. En ja, dat was ook repro, inkoop, uh, kantine. Uh, nou ja, het hele proces, onderhoud van het gebouw. Dus ja, uh, dat kom je nu weer tegen binnen zo'n club. En daar heb ik ervaring in. Wel uitbesteden, niet uitbesteden. Uh, Kijken, kosten-baatanalyses maken. En uh, ja, dat gaan we hier ook doen. We gaan proberen die kosten zo, zo uh, efficiënt mogelijk te drukken. Maar wel dat de kwaliteit van schoonmaken, et cetera, uh, en bezetting van kantine dat dat optimaal is. Maar, Helmus, toch in eerste instantie een voetbalclub. Heiko Herbert gaat weg. Ik kan me voorstellen dat je je dan ook met de nieuwe trainer aanstellen bemoeit. Ja, nou, dat heeft het bestuur liever niet. Je wil me eigenlijk volledig voor die taak hebben in het hele facilitaire proces. Maar ja, het bloed kruipt ook waar het niet gaan kan. Ja, en ik, ik blijf zeggen, kijk, op dit moment voel ik heel erg dat uh, Helmers de juiste mensen op de juiste plek aan het zetten is. Dat geldt uh, zowel als de voorzitter als de secretaris. Nou ja, penningmeester zoeken we, maar we hebben op dit moment met BDO een accountant, waardoor we gewoon uh, de stukken daar uh, naartoe kunnen brengen. En ik boek daar wat in voor ten aanzien van de kantine. Uh, ja... En ik, ik denk dat, ik, dat het wel goed is als ik toch wel die technische commissie, en die bestaat hier uit een aantal mensen, daar, daar toch wel een advies in kan geven. Omdat ik ja, eigenlijk iedere trainer en ook heel veel voetballers ken. Maar in die technische commissie bij Helme zitten een aantal, nou ja, toch wel, ik zou niet zeggen kanonnen, maar wel mensen met voetbalverstand. Eh, noemen ze per name. Nou, Marcel Kommers, die is bestuurder technische zaken. Nou, die heeft natuurlijk een enorm verleden hier als voetballer ook eh, op hoogklasseniveau. Felix Ruiterman, nou, dat is ook een icoon binnen de club. Eh. Uh, Michael Toen die heeft ook jaren hier in het eerste gespeeld. Dus dat, ja, die kunnen ook de cultuur bewaken. Die weet ongeveer wat, maar die weten ook waar we naartoe willen. We willen wel omhoog. We zijn net wat je aangegeven, we zijn een voetbalclub. Nou, dat accent moet ook op het voetballen liggen. En dat een voetbalclub alleen maar goed kan functioneren als de andere dingen ook goed functioneren en dat bedoel ik kantineinkomsten, contributieinning, et cetera dan, dan, dan ben je een gezonde club aan het worden. Nou, uh, Jean-Paul van Mierlo zit erin. Nou, dat is, dat is goed, want uh, dat is een stukje innovatie. Die is jong die kent de club dan de laatste jaren als jeugdtrainer. Hij uh, heeft ook baard, doet hij. Geeft uh, de academie, de ADO -academie, geeft uh, leidt jonge trainers op, laat ik het zo zeggen. En, uh, en Harry de Jong zelf zit daarbij. Nou, Harry is natuurlijk ook een jongen die, uh, ik noem het ook maar een uh, wilhelms Icoon. Maar die wilhelmus icona, en jij ook zelf, want je hebt natuurlijk ook een Wilhelmus-hart een beetje, heb ik begrepen, um, die zien toch met ledenogen dat het niet zo goed gaat met Wilhelms qua sportief niveau. Uh, ook financieel is er uh, grote schulden, zijn er, of waren er, of zijn er, dat weet ik eigenlijk niet. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik denk dat we de, met die schulden zijn we gewoon goed bezig. Uh, ik zeg niet dat het allemaal gesaneerd is. Maar we, we zijn wel, uh, er is wel een positief beeld. Laat ik het zo zeggen. Kijk, we houden nu uh, wekelijks de, de inkomsten bij. De contributie loopt prima. Dat doet uh, een ex-KNVB-man Ruud Poptiet. En uh, nou, dat gaat uitstekend. Uh, we krijgen alles op tijd binnen. Hè? Er zijn weinig uh, storneringen. Dus in dat opzicht uh, wordt, het, wordt het gezond. En uh, sportief willen we omhoog, dat klopt. Dan moet wel, we zijn nu een jaar of tien, twaalf dat we één keer in de eerste klas zijn geweest onder het maar gelijk het jaar erop te uitdonderen. Ja, we willen graag naar de eerste klas toe. Heel duidelijk. Maar dan heb je spelers nodig. Welhelmes, uh, laat ik het over zo zeggen, betaalt niet, uh, heb begrepen. Um, uh, je hebt een heel groot netwerk aan, 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 aan spelers die misschien naar Whelmes zullen komen, maar die moet je ook wat bieden. Ja, klopt. Nou ja, goed, daar zijn we met het bestuur wel mee in gesprek. Van, uh, joh, hoe kunnen we dat doen? Kijk, gezien de situatie kunnen wij niet zeggen van, uh, we gaan het uit contributiegelden halen. Dat zou ook niet, niet reëel zijn ten opzichte van de andere leden. We kunnen het ook niet halen uit, uh, uit de contributie, want dat zou ook niet reëel zijn. Dus we moeten andere wegen aanboren. Ik moet zeggen, Onno Hendricks is hier al een paar jaar geweldig bezig met de sponsoring. Dat is ook enorm omhoog gegaan. En uh, ja, daar moeten we ook nog verder in, in groeien. Je moet gewoon ook een businessclub komen. Zoals bij RKVV uh, is een businessclub. En zo heb je hier bij Weslandia een fantastische businessclub. Volgens mij is hier ook een, een, een voeding om, uh, om een prima businessclub op te, op te zetten. En dat moet een voeding geven naar het eerste helftal. Die moet uh, zorgen dat het eerste elfstal hoog gaat. Op 1 januari begin je. Nou ja, laat ik het zo zeggen 2 januari. Wat is je eerste taak? Nou eh, goed, eh, dat noemde ik net zelf al. Het, het hele facilitaire proces: eh, gewoon structuur aanbrengen. Belangrijk dat we inzichten hebben in, eh, in alle processen, ook op facilitair gebied. Van wie doet wat, uh, wat kost het? Uh, waar kan het beter? Ik bedoel beveiliging, uh, hoe doen we het nu? Uh, hoe kan het beter? Dat ben ik gewoon allemaal aan het doorlichten aan het bekijken. Ja, en dat is van, van, van een cilinder in een, in een slot tot, uh, tot het dak, uh, tot misschien uh, zonnepanelen, dat we de energie kunnen drukken. Dus eigenlijk alles. Alles in het hele facitaire proces wat denkbaar is. Wanneer wordt de nieuwe trainer aangesteld? Dat zal waarschijnlijk januari worden. En ik denk dat de voorzitter 20 januari bij, tijdens de receptie bekend zal maken wie het wordt. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer.